In Beuningen is ophef ontstaan over de komst van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Deze vluchtelingen zouden opgevangen gaan worden in de voormalige schoolwoningen aan de Wolfsbossingel, naast basisschool De Dromedaris. Omwonenden vrezen voor overlast. Ouders en buurtbewoners in Beuningen willen liever niet dat er 14 jonge statushouders komen wonen in de twee voormalige schoolwoningen direct naast kindcentrum De Dromedaris. Ze vrezen dat daardoor de veiligheid en het welzijn van de schoolgaande kinderen in gevaar kan komen. Fractievoorzitter Karin van de Heuvel van de lokale VVD heeft twijfels bij de gekozen locatie voor de opvang. Ja goed, we zijn echt wel van mening dat we moeten kijken wat er mogelijk is. En we denken ook dat er zeker andere opties zijn. Wat ons betreft met de huidige feiten en de huidige kennis die er is. Want wij weten eigenlijk in alle eerlijkheid ook net zoveel als de inwoners eigenlijk. Denken we dat deze locatie misschien niet heel gelukkig gekozen is omdat het naast een school zit. Wethouder Frans Hoube legt uit dat de huidige schoolwoningen in bezit zijn van de gemeente en geschikt zijn voor deze doelgroep. Er is volgens hem naar een andere locatie gezocht, maar die is er simpelweg gewoon niet. Van den Heuvel vindt dat de 160 vluchtelingen die moeten worden opgevangen door de gemeente Beuningen niet alleen in locaties van de gemeente moeten worden gehuisvest. Ik denk dat we met z'n allen wel moeten kijken van ja, wat is er nog meer mogelijk. In Bergendal bijvoorbeeld zitten mensen wel privaat. Is daar dan een toegang in de gemeente? Dus dat we moeten kijken hoe we de doelstelling van 160 gaan behalen. Ja, wat ons betreft is dat niet alleen op gemeentegrond of bij gebouwen die reeds bij de gemeente of in bezit van de gemeente zijn. Er is inmiddels een petitie gestart waar ondertussen al 400 handtekeningen zijn getekend. Ook is er een WhatsApp-groep waarin ouders dreigen hun kind van school af te halen als er geen oplossing wordt geboden. Uit rondvraag binnen de omwonenden van de school blijkt dat er een wisselend geluid wordt gegeven. Volgens sommige omwonenden worden er al aannames over overlast en waardedalingen van hun huizen gedaan. Ik denk als we rondkijken hebben we overal overlast. Kijk naar onze eigen jeugd, die geven ook problemen op straat. Dus of dat dan buitenlanders of Hollanders, problemen hebben we altijd. Mensen zijn mensen, ook buitenlandse mensen zijn ook mensen. Ja, het is gewoon doorgedrukt.